zou gezegd kunnen worden dat het leven eigenlijk een geintje is. Er zou gezegd kunnen worden dat het leven eigenlijk een speeltuin is. Een speeltuin waar alles mag gebeuren. En alles mag zijn. En alles mag komen. En alles mag gaan. Dat is dus wat er gezien wordt. Als ik dus dat ben, dan mag er alles zijn zonder oordeel. Dan hoef ik alleen maar te zien wie ik ben. Ja. En dan is het, zou ik kunnen zeggen, heel eenvoudig. Nogal. En ten diepste is dan alles leeg. En is er niks, alleen ruimte. En als we ruimte zijn, dan is het goed wat het is. Zonder oordeel. En dan hoef ik ook niet bezig te houden met als dit en als dat en als zus en zo, of dat boek of dit boek, of dat gevoel of dat gevoel. Het is allemaal er zijn, die ruimte. En ten diepste heeft het eigenlijk geen woord, want elk woord dat ik dus hier te vertellen sta, klopt al niet bij dat wat eigenlijk niet te benoemen is. En het is zo, je zou bijna kunnen zeggen, zo fijn en tintelend dat we het eigenlijk nog bijna niet opmerken. En te realiseren dat we dat zijn. Wow. Kunnen we niet zo zijn? Mijn angst is dat er een leven of een carrière voor mij is weggelegd die ik nog niet gevonden heb. En ik lag daarbij, maar eigenlijk is het heel triest, want ik ben daar heel erg naar op zoek. Want? Omdat ik het gevoel heb dat ik in een beroep zit wat het niet voor mij is. Nou, dat is gewoon duidelijk eigenlijk. En dat er dus iets is wat wel beter bij mij past. En dat ik dat op een of andere manier uit moet gaan zoeken wat dat is. Dan heb ik allerlei cursussen van de wet van aantrekkingskracht en zo. En energie die ik kan aantrekken. En daar ben ik ontzettend mee bezig en het lijkt me toch nog steeds verder van afgaan. Dat klopt ook. Dan denk ik dus, ik doe het niet goed. Ik doe het niet goed genoeg. Ik moet nog harder mijn best doen. Ik snap die cursussen gewoon niet. Want iedereen zegt, ik heb die cursus gedaan en nu weet ik precies wat ik wil. Natuurlijk. En dan voel ik me dood ongelukkig en ik ook echt bang. Ik ben nou op een leeftijd dat ik denk, nu moet het, anders dan komt het er niet meer van. En daar word ik zo nerveus van. Maar als ik het laat, dan denk ik op een gegeven moment, nee, niet later, kom op. Ik ben er zelf moe van. Ja. En dat is het niet. Hoe kijk jij tegenaan van je losbestemming of zo? Dat geloof ik niet in. Sommige dingen passen gewoon bij een organisme en andere dingen niet. Maar er is geen bedoeling, geen plan, geen bestemming. Oké, ik kan wel iets zoeken wat beter bij me past. Ja, dat kun je doen, maar dat is weer de oude manier. Oh, ik ga solliciteren en wat omgaan. Maar waarom ga je solliciteren? Waarom altijd de gebaande paden? Waarom niet eerst eens gewoon ontdekken en ervaren wat dat systeem nou eigenlijk wil en waarom? Dat is veel interessanter. En niet vanuit een cursus, niet maar vanuit dat? Ja, vanuit jezelf. Dus de meeste mensen die projecteren een of ander doel of een of ander ideaal en dan gaan ze erachteraan. Maar ze kennen zichzelf niet en ze weten ook natuurlijk niet wat het verzinsel werkelijk inhoudt wat ze geprojecteerd hebben.
Dus je hebt twee keer iets wat je niet weet. Terwijl dat wat je bent gewoon daar aanwezig is. Dus we kunnen dingen gaan najagen, meestal bedachte dingen. Of we kunnen gewoon zijn. En dat is mijn beleving. En dan hoort daar gewoon op een gegeven moment een bepaald soort werk bij. Een bepaalde woonomgeving, bepaalde verhoudingen met mensen. Dat vloeit voort uit mijn zo zijn. Dus hoef je niet over na te gaan denken? Nee, dat is de oude manier. Dan gaan we van het ene verzinsel naar een volgend. In plaats van eens te kijken van wat wil ik nou eigenlijk werkelijk vanuit mijn eigen beleving, vanuit mijn eigen ervaring doen. Ja, dat is het lastigste. Nee, dat is helemaal niet lastig. Buiten gericht. Yes, exact. Dus je moet eerst naar binnen. Ja. En kijken wat er bij dat ding past. Zoals iemand een keer grappenderwijs zei van op zo'n loopbaantraject vroegen ze aan Hitler, wat wil je nou? Nou, iets met mensen. Dus we moeten eerst gewoon eens kijken van wat is dit ding nou eigenlijk in plaats van altijd aan anderen gerelateerde doelen. De cursussen zeggen natuurlijk, wij gaan jou helpen om in jou te ontdekken wat je wil. Right. Maar het doel is altijd succes en veel geld en een groot huis en de ideale relatie. Het is zo kinderachtig. Nou, ik ben niet uit op. Nee, maar. Ik snap maar wel iets wat bij mij, dat ik echt het gevoel heb van. Dit past gewoon bij mijn wezen. Ja, exact. Dus dan moet je alle ideeën van anderen aan de kant vegen en kijken wat dat wezen nou eigenlijk is. En dan ga je erachter komen als je daarnaar kijkt dat de meeste dingen waar je over nadenkt in dit kader, die zijn geleend van anderen. Of het nou spiritueel of maatschappelijk is. Ja. Bijvoorbeeld het concept carrière. What the fuck is that about? Ik begrijp daar werkelijk helemaal niks van. Mensen die een carrière willen. Weet je wel? Ik snap wel mensen die iets fijn vinden om te doen. En dat daar dan een carrière uitrolt van buitenaf, door anderen bekeken, zeggen ze tegen mij, jij hebt een carrière van 20, 25 jaar als leraar. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik ben nooit van plan geweest leraar te worden. Dat was het doel niet. Dat is gewoon een gevolg, omdat ik me lang met dingen mee heb bezig gehouden en omdat blijkbaar dit wezen een prater en een deler is. Dat heb ik niet bedacht, zo zit hij in elkaar. Ik ken er ook, die weten hetzelfde als ik, maar die praten daar niet over. Want dat zijn geen delers, niet op die manier. Ik heb dan ook bedacht wat ik graag doe. Ik wil wel mijn huis behouden. Ja, right. Heel goed dat je dit zegt. Dus als we gaan ontdekken waar we van houden of wat passend is, dan maken we meteen de sprong naar van ja, maar het moet wel zoveel opleveren. Waarmee je het eigenlijk al zodanig belast dat het nooit op een natuurlijke manier kan groeien. Dus ik vond bijvoorbeeld ook naast dingen onderzoeken, vond ik muziek maken leuk. Maar wat ik niet leuk vond is optreden. Wat ik ook niet leuk vind is de hele tijd PR maken om rotzooi aan de man te brengen. Dus ik maak gewoon muziek, als ik muziek maak voor mezelf, flikker dat dan dankzij Jan op YouTube. En de laatste jaren niet meer, want het is er nu niet. Maar ik hoef daar verder niks mee. Maar als ik had gezegd, ik ga muziek maken en het moet 40.000 per jaar opbrengen, dan creëer ik een probleem. Dus wat ik vroeger deed, was gewoon een beetje werken. En daarnaast muziek maken en rare boeken lezen. En dan kon ik namelijk uit vrijheid dingen onderzoeken, dingen lezen, schrijven, muziek opnemen enzovoorts, zonder dat daar meteen een uiterlijk resultaat aan moest zitten. Daardoor kon het zich ontwikkelen tot wat het wilde worden, niet tot wat ik wilde. Snap je? Ja, de baan die ik nu heb. Ja, het leven slokt de tijd op en ik krijg er energie van, waardoor ik niet te voelt dat leven. Ja, maar, I get that. Dus eigenlijk, als mijn diepste wezen, als dat blijkt dat ik iets doe waar ik geen geld mee kan verdienen, dan. Maar waar woon ik dan, zeg maar? Ja, maar dit is dus weer gelijk van dat extreme gedoe van als ik ga doen wat echt bij me past, dan eindig ik in de goot. Why? Je kunt ook gewoon nogmaals een simpel baantje doen wat net voldoende opbrengt om brood van te eten, want zoveel hebben we ook weer niet nodig. En daarnaast dingen doen die je tof vindt. Ja,
Ik ben weer gefocust op dat het, ik heb hem gevonden en dan moet ik dus in iets passen. Ja, plus wat we altijd doen is van dat één ding alles moet geven. Ik doe een heleboel verschillende dingen zo door de week heen. Want geen één ding geeft alles. Net zo goed als geen één mens alles geeft. Dus als ik alles zou gaan ophangen aan mijn partner, dan wordt het arme kind doodongelukkig. Want met sommige dingen is een klik of een overeenstemming, met andere dingen niet. Nou, daar praat ik dan met anderen over. Of dat doe ik dan met anderen. Ja, ik herkende wel van de verstikkendheid. Ik vind heel veel dingen leuk, dus ik pak ook vooral wat uit. En dan denk ik dat ik er bezig ben, dat ik er breed. Maar ik herken niet meer wat jij zegt, van ik ga nergens de diepte op in. Eigenlijk kom ik nergens. En kan ik iedereen vertellen wat voor stromen er zijn. Maar ik kom niet ergens, omdat ik nergens diep in ga. Goed. Dus reduceer dat een beetje, maar tegelijkertijd ga niet, als het over praktisch gaat, meteen één ding fixeren en dat moet dan alles doen. Dan geven we als metafoor de tuin geen kans om zich te ontwikkelen en te zien wat daar groeien wil. Nee, dan zeggen we, het moeten wortels zijn. Ja, dat klopt. Ik ben heel erg zo van, ik moet nu weten dat ik bijvoorbeeld maatschappelijk werker wil worden, maar wat, en dan moet ik dus die opleiding volgen. Dus ja, precies. Ja, dat bedoel ik. Dus dat is allemaal de gebaande paden. Ja. Maar je moet er toch geld mee verdienen. Ja, maar minder dan we denken. Wat Alexander Smit altijd al zei, van het is niet dat we te weinig geld hebben, maar dat we te veel willen. Want we hoeven niet 3 keer per jaar op vakantie en ieder jaar een nieuwe tablet. Ik wil eigenlijk wat anders, maar ik ben weer bang dat... Ja, natuurlijk. En zo laten we ons dus de hele tijd door het gangbare en door angst regeren. Nou, als je dat blijft doen, dan heb je dadelijk de zogenaamde ideale baan. Maar als je nog steeds door angst geregeerd wordt, schiet het niet op. Nou, ja, waarschijnlijk kom ik door die angst daar ook niet. Mogelijk, plus nog een ander dingetje, die ideale baan bestaat niet. Nee. Want er is altijd wat. Of het deugt niet. Er is niet zo iets dat je naar je toe kan trekken of zo. Nee, je kunt dus dingen zo goed mogelijk krijgen. Ja. Zo goed als mogelijk. Ik had vroeger zo'n vriend. En die gaf dan les op de hogeschool, whatever, sociologie of zo. En dan weer hier. En dan 2-3 jaar. En dan, dan ging hij weer ergens anders, iets anders doen. En binnen 3-4 maanden dezelfde geluiden. Dus ik zei op een gegeven moment van, het zou kunnen zijn dat het met jou te maken heeft. Ik wil niet vervelend doen, maar ik doe het toch maar. Vond hij niet leuk. Maar ik kon aan zijn neus wel zien dat hij wist dat ik gelijk had. Het zit niet alleen maar daar. Het zit meer in hoe ik ben. Je welkom. Je hebt gewoon het erheen. Ja. Wat is de natuurlijke staat? Is hetzelfde. Yes. Just be. Als jij jezelf constant zit te bekijken. Dat is het toch? Of wanneer is het dan gaan zitten en voelen hier dat je er bent? Is dat niet zo lang hetzelfde? Nou, dat kan ook lopend. Maar het is aanvankelijk vaak handiger om er even bij te gaan zitten. En de telefoon uit de muur te trekken. En tegenwoordig weer zo klik. Dus... Ja, je doet het toch constant? Als ik nu zie dat ik hier sta en op een bepaalde manier reageer. Dat is... Nee, want nu is de aandacht verdeeld over een beetje gewoon er zijn en een deel zelfbewustzijn van hoe zeg ik dit. En dus dat is niet totaal alle aandacht en energie gevestigd in het er zijn. En voor het dagelijkse is dat ook onmogelijk, want dan reageer je naar, als je daar echt bent, dan reageer je nergens op. Dus daarom is het handig om dat af en toe even te doen. Zodat dat dieper in het systeem kan komen en op een gegeven moment ontstaat er wat ik dan gelijktijdigheid noem en dan heb je gelijk. Er is dan gewoon, laten we zeggen, de helft van de aandacht bij er zijn en de helft bij de dingetjes die gebeuren of gezegd of gedaan moeten worden. Ja. Nou, mooi toch? Ja. Als je zegt, alles is bewustzijn en je hebt het absolute. Bewustzijn ontstaat vanuit het absolute. Zo kun je het zeggen. Je bent bewustzijn
Niet waar? Ja, dat is een tussenstap. Ja, dan ga ik dus de mist in. Hoe bedoel je een tussenstap? Naar de realisatie van het absolute. Ja, maar volgens mij heb je het of het is waar of het is niet waar, toch? Ja, maar desondanks, wat waar is, is dat het een tussenstap is. Het is een beetje waar is het, zeg maar. Ja, het is halverwege. Ja, dus daar maakt het dat tekeningetje, want het maakt het wordt duidelijk dus niet helder. Nou, daarom zei ik van bij een paar termen, die moeten binnen een andere cirkel vallen. Dus het kan wel zo'n modelletje maken, maar dan moeten we daar eens goed naar kijken waar wat moet staan. Ja, dat moet volledig helder uitgelegd worden, tenminste in mijn ogen. Maar het resultaat ervan is dus dat bewustzijn illusie is. Yes. Dus alles binnen bewustzijn is illusie. Dus alles yes. Binnen waarneming is illusie. Yes. En daarmee niet waardeloos. Dat maakt een hoop duidelijk. Mm-hmm. Ja, vooral omdat die niet bestaat. Nee, daarom. Maar dan komt de volgende op. Ja, in mijn beleving dan binnen dit spel is dat er geen vrije wil bestaat, maar wel iets als vrije keuze. Nee, dat is hetzelfde. Vrije wil, vrije keuze. Gegoochel met woorden. Beide bestaan niet. Ja, of kan, als je dan iets zegt, dat bewustzijn zichzelf gewoon uitspelt. En dat wat hier waargenomen wordt, alleen de keuze heeft van links of rechts in elk moment. Dus niet meer dan dat. Geen keuze, het gebeurt gewoon. Als de omstandigheden zo zijn, gebeurt er links. Als de totaliteit van omstandigheden zo zijn, gebeurt er rechts. En vervolgens wordt er een beslisser ingeprojecteerd die het claimt. After the fact, by the way. Ja. Maar dat betekent dus dat er werkelijk niets gebeurt. In werkelijkheid gebeurt er niets. Helemaal niet. Yes. Maar daar heb je dus inderdaad alleen iets aan als dat gerealiseerd wordt. Anders is het gewoon een loze opmerking of een nieuwe geloofsovertuiging en daar kopen we niks voor. Nou ja, goed, de laag dieper is, er is geen vrije keuze, maar het is wel, of geen vrije wil, maar wel vrije keuze. Of, wat is die intentie dan bijvoorbeeld? Hè? Wat wordt hierin? Ik heb het nooit over intentie, want nee, ik heb er niks mee. Die komt bij mij boven, van schijnbaar is het dus op een gegeven moment komt er iets dat lijkt. Van mij is, hè, dat noemen we een intentie. Ja, gefocust. Goed gesproken, dat lijkt zo. Ja. Een intent. Dat verwijst nog steeds naar het punt van een iemand. Ja, de illusie van een iemand. Ja. Waarbij intentie een spiritueel woord is voor wil of verlangen. Ja, precies. Dat zeggen ze dan liever niet en dan maken ze er intentie van, dan lijkt het van een hogere orde. Spirituele mensen zijn heel grappig. Die gebruiken overal woorden voor waar ze niet voor bedoeld zijn. En denken dat dat dan een soort upgrade is of zoiets. Dus ik heb nooit intenties, ik wil gewoon. Ik wil gewoon bier. Ik heb gevisualiseerd dat ik dadelijk... Dan manifesteert zich ineens de Albert Heijn en dan pak ik twee van die coole jongens uit de... En dat is mijn intentie, dat is mijn lotsbestemming. Maar het gebeurt wel. Nee, ik hou gewoon van zuipen. Ik hou nog meer van niet zuipen, dus ik zuip minder dan ik eigenlijk zou intentioneren. Maar ja, het komt er niet zo van. Kwam die dus binnen? Ja, daar komt toch die stem in. Ja, maar je mist de gelukzaligheid nog. Oh, ja, die bestaat niet, joh. Nee. Zwaar overschat allemaal. Oké, kan ik een vraag? Je begon gisteren over de hond. Ja. Over supplementen en dat je dan wel eens discussie had met vaak ook zieke kanten. En dan kan ik heel erg fel worden over
Ja. Dat dringt zich dan zo op, die overtuiging. En dan moet ik daar gewoon voor gaan knokken. En dan denk ik, ja, ik moet dat beest beschermen en hij moet blijven leven. En ik weet wel, ik kan daarvoor zorgen. En ja, toen zei je gisteren van ja, maar eigenlijk is het niet belangrijk. En toen dacht ik, shit, weet je, voor mij is dat echt zo belangrijk. Ja. Zo fel. En ik kan er helemaal niet bij dat het dan niet belangrijk is. Ja, kijk, ik heb liever dat hij gezond is en dat hij nog een tijd leeft. Want het is een hartstikke aardige kerel. Ja. Maar die huisja erover snap ik gewoon niet. Het voelt als een over-involvement. En ik heb gewoon geen zin, maar dat kan ook het aard van het beestje zijn, om daar ruzie over te gaan lopen maken. Of we nou dit of dat doen. Want wat ik er al aan toevoegde, ik weet er geen zak van. En we zijn de laatste 2 jaar bij een aantal verschillende van die artsen geweest. Van reguliere en andere zinnen. Ze roepen allemaal iets anders. En dan komen ze weer met een of ander iets aan en dan gaat Kasia zo, dat doe ik nooit. Maar die gaat dan op internet dingen zoeken of bijsluiters lezen. Ja. En dan heeft hij dus aandoening X en dan krijgt hij een medicijn waarbij staat niet gebruiken bij aandoening X. Ja. En dan denk ik, why don't you go fuck yourself allemaal? Ik heb geen zin om me hiermee bezig te houden, want ik krijg allemaal tegenstrijdige informatie. Ik word er doodmoe van. En ik heb bepaalde gevoelens of intuïties bij wat wel of niet goed voor hem zou zijn, maar dat landt niet helemaal, of maar ten dele. Ja, dan kan ik daar oorlog over gaan voeren. Why would I do that? I don't know. Omdat ik dan het gevoel heb, als ik het niet doe, dan gaat hij dood. Ja, dan gaat hij toch. Ja. Maar dan denk ik niet nu. Ja, daar heb ik ook nogmaals liever niet, maar... Ik zou dan 100% zeker moeten weten dat wat mijn idee is over welke voeding of whatever, dat 100% klopt. Ik heb die kennis niet. Ik ben geen dierenarts, ik ben geen voedingexpert. Ik weet heel veel niet. Dus heb ik geen argumenten. Nou, als ik geen argumenten heb, ga ik ook geen... argumentatie aan. Als ik ze wel heb, zal ik ze melden en dan nog. Dat is zo'n principe wat je me vaker hebt horen zeggen. Dan zal ik mijn betoog doen, maar verder niet te veel hechten aan het resultaat. Want ik ben Kasia in dit geval of Ghost zijn baas niet. Ja, Ghost dan nog een beetje, maar Kasia zeker niet. Nee, jij kent geen schuldgevoel. Als ik denk dat ik niet gevochten heb. Als het niet gelukt is, dan achteraf, stel dat hij deze doodgaat, dan word ik verteerd en schuldgevoel. Ik had meer moeten knokken voor hem. Ik had niet meer. Ja, nee, dat heb ik inderdaad niet, nee. Plus, dingen hangen een beetje van de verhoudingen af. Als je gewoon merkt dat iemand een... sterke persoonlijkheid is en een duidelijke visie heeft op iets en daar heel veel tijd in besteedt. Dan heb ik zoiets van, dan proberen we dat toch. We zien wel wat ervan komt. Nogmaals, ik weet het toch niet. Als ik het wel wist, dan deed ik het. En dan zou ik zeggen, oh, dit gaat niet gebeuren, dat is niet goed. Want, but I don't. En ik ben sowieso moe geworden van dit soort dingen in een vorige relatie. Dan heb je niet dan honden of katten, of ja, die waren er ook, maar ook die, hoe heet dat, kinderen. En die hebben dan ook altijd wat. En dan had ik zo'n hele liefdevolle tof wijf, daar gaat verder niet over, maar... Er werd echt zoveel verzonnen dat het voor mij zo'n warboel werd. Dat ik echt ook zoiets had van... Oké, doe maar, ik ga gras maaien, want ik kan hier helemaal niks mee. En we moeten dit en we moeten zus en we moeten zo. En de hele tijd die paniektoon erin. Weet je wel, ik denk van ja, het kind is ziek. Nou, dan wordt het beter of het wordt niet beter. Je brengt het naar een dokter of whatever. En dan zien we wat er van komt, want again, I don't know. Soms wist ik het wel. Maar dan was dat niet van belang.
Zou het niet kunnen dat het... Nee, dat niet. Oké. Doe maar Bach bloesemremedies dan. Good luck with that. Ja, er zit dus een soort van alwetendheid in. Ja, ik heb die niet. Ja, op een heel klein stukje weet ik, nou niet alles, maar nee. Ben ik aardig thuis. De rest, not so much. Het is ook een bepaalde arrogantie die erin zit. Ik wou het niet zeggen. Nee, maar ik zeg het vanzelf. Ik weet hoe het komt, ik weet hoe het moet, ik weet hoe het beter kan. Really. Oké, dan, heb ik vaak. Laat maar zien. Do it. Ja, maar misschien toch. En, oh, ik dacht dat het zeker is. Het zou ook kunnen dat, ja, inderdaad, exactly my point. Dan zouden 36 dingen kunnen, maar ik weet het niet. Ik kwam van de week in een conflict terecht en daarna ging ik ervaren te voelen en kijken. Ik voelde als een diepe pijn van onveiligheid en dat kiste. Dan ga ik verder kijken en dan kan ik wel zien van het is allemaal een illusie. En toch zit ik, dan voel ik me nog behoorlijk vast. Ja, dat kindstuk. Ja, van de ene kant met je als je dan ziet en van ja, zeg maar die oude methodiek uit de therapie van ja, kussentje pakken als een kind en onderscheid maken. Dus ik kon zien dat het van het kind is. Maar ik weet niet, ik heb ook gezien, ja, dat is het ook niet. Dus, nee, natuurlijk niet. Ja. Gadverdamme. Ja, precies. Echte liefde is veel vernietigender. Echte liefde die hakt in op dat ego-stuk. Yes. Ja. Ja, daar kan het geen stand houden. Echte liefde wijkt niet. Manipuleert niet, koestert niet. Het is gewoon zo'n intensiteit aan licht en aanwezigheid en aan ja. Dat kindstuk, oh man. Het verdampt als sneeuw voor de zon. Echte liefde smelt me. Smelt het mij eruit. Al dat innerlijk kindgedoe, als je daar ook naar kijkt, het is allemaal zo voorzichtig. Zo angstig, zo de hele tijd. Daar zit die paniek weer in, naar mijn gevoel. Terwijl als jij je hele power aanzet, en daar naartoe gaat of dat stuk daarin laat komen, dan valt het gewoon uit elkaar. En dat is het enige wat het wil, desintegreren. Maar al dat gepruts voelt voor mij als koesteren en het vasthouden. Het mag niet uitvliegen of de zon invliegen, bij wijze van spreken. Weet je wel, dat is allemaal... Dat is leuk voor heel erg in het begin. Als mensen nog helemaal niet kunnen voelen en zo, hartstikke goed. Weet je wel? Maar come on, you're more powerful than that. Een ander
negatieve gedachten. Die waren dus vanochtend op het moment dat ik in de auto zit. Het is dan hoe ik er zelf mee omgaan van ik zie dat en verder heb ik er geen emotie op aan. Okay. Maar het voelt wel dat dit body mind systeem, zeg maar, alsof daar heel veel negativiteit in zit. Ja, dat kan toch? Ja. Benader dat op dezelfde manier, zet die zon erop. Dus niet een bijtje kijken of voorzichtig, gewoon bam! Dat is leuk, hè? Als vergelijking. Soms komt er iemand, vaak komt er iemand voor het eerst in mijn spreekkamer en ik zit daar gewoon en ik vind niet zoveel, maar dat die energie is er en dat zien is er. En die ander komt binnen en die is een beetje gespannen en onzeker en dan gaat daar zitten en dat zit dan allemaal wat te schuifelen en doen. En ik blijf gewoon kijken, ik zeg meestal niet eens iets. En dan eerst gaat de ongemakkelijkheid die gaat toenemen. Want aan de ene kant willen mensen, dus ook die kindstukjes, heel graag gezien worden, maar als het gebeurt, dat is spannend. Maar als je gewoon blijft kijken en die ander heeft de guts om erbij te blijven, dan op een gegeven moment gaat het ontspannen. En in diezelfde sessie of na 2 of 3 keer, dan kunnen ze gewoon komen en met me zijn. En vinden ze het niet meer erg, dat ik zit gewoon constant te kijken. Ik vind verder niks. Ik zeg ook niet per se de hele tijd iets, maar als iemand bij me is, kijk ik de hele tijd. Dat geldt voor mijn gevoel ook voor die innerlijke stukjes. Gewoon bam. Er wordt niet gezegd dat stukje weg moet of dat het slecht is of goed is of whatever. Het wordt niet gekoesterd, niet aangevallen, niet lastig gevallen, niet beoordeeld, maar constant gezien. Op een gegeven moment ontspant het. Ik heb het ook vroeger vaak gezien met die kids van me, dan hadden ze iets gedaan, dat wist je, dat zie je aan die neus. Ik zei niks, gewoon kijken. En dan gaan ze eerst allemaal heel erg zit lopen aanstellen. Op een gegeven moment ontspant er iets en dan zeggen ze, ja, ik heb inderdaad 15 snoepjes op. En dan zeg je nog steeds niets, ik zie, kijk nog, en dan ontspannen ze. Want dan voelen ze dat het kijken niet veroordelend of beoordelend is, maar ik zie jou. Ik zie every move you make. En eerst is daar weerstand tegen en vrees voor en op een gegeven moment ontspant het en dan is het. Dan is het klaar. Dat is keimooi. Dat kunnen we innerlijk ook. Wij zijn een kerncentrale, zou je kunnen zeggen. Onze power is infinite. Maar we hebben geleerd allemaal zo heel zo voorzichtig te zijn. Wat geremd betekent. Ja, dat ken ik. Dan hou ik mezelf klein. Yes, don't do that. Mm-hmm. Als ik er wel mee naar buiten kom, dan is dat gewoon bam. Ja, maar het gaat nu dus even niet over er mee naar buiten komen, maar hoe we met ons innerlijk omgaan. Mm-hmm. Naar buiten komen, dat volgt dan vanzelf. Als er die stukjes geen rol meer spelen, dan kom je gewoon duidelijk over. Gewoon dit is wat ik zie of vind of waarneem. Klaar. Maar zoals wat je net bijvoorbeeld zei over het verzorgen van de hond of de poes, dat is ook een soort overinvloed, ook een soort kindstuk toch? Dus zo zie ik het. Als dat zo heel overdreven belangrijk wordt, dat zou kunnen. Ik weet het niet, want ik heb het niet. Maar daar zit iets. Maar goed, dat had Lynette zelf ook wel in de gaten. Er zit iets wat overdreven is. Zorg voor, of ergens voor zorgen, I get that. Dat is gewoon menselijk. Maar dat verheffen tot een overdreven bezorgd zijn, dat is een verkramping. Wat de zorg naar mijn idee nooit ten goede komt. Dan wordt het belang te hoog. Als ik me bezorgd zou maken over jullie, dan zit ik hier al verkrampt. Dan breng ik mijn verkramping nog in jullie mogelijke verkramping. Wow, that's great. Jullie komen hier toch niet naartoe voor mijn verkramping? Denk ik. What do I know?
Ik heb zelden kunnen waarnemen dat bezorgdheid en angst voor wat er met een ander kan gebeuren en al dat soort dingen helpend zijn voor het systeem waar men dan bezorgd over is. Het is een extra belasting. Want dan ben ik ziek of ik mankeer iets en dan staan er mensen om mij heen allemaal zo, oh, ja, dan moet ik zeker gaan ontspannen en gaan herstellen. Ik ben ineens super belangrijk voor die anderen. Ik mag eigenlijk niet ziek zijn of iets hebben, want oh, dat is erg voor die anderen. Oh my god. In plaats van dat die anderen gewoon bij mijn bed gaan zitten, zo, jongen, gaat een beetje. Weet je wel, gewoon normaal doen. Niet maar reduceren tot een ziekte. Of gewoon, stel je niet zo aan, man. Ja, kanker stage 4. Indrukwekkend. Kom eens uit je bed, lui donder. Dat is toch veel leuker als je gewoon een beetje geintje maken. Come on. Dat is niet helemaal verzonnen hoor. Ik praat zo tegen zieke mensen. Ik vind ze hartstikke leuk. Ik ben de enige die niet net doet alsof ik de ziekte ben. Ja, inderdaad, ja. Dus stel je eens niet zo aan. Ik zet een wodka in de infuus. Zal ik maar halen? Vind ik leuk. Vooral als de geel onthouder is. Oh, je slaapt mooi. Nee. Ja, dan zie ik bij mezelf en dan ook wel dat ik soms in zo'n zorg op terechtkomt als een partner zo is. Moet mee oppassen. Zorg is voor mij ervoor zorgen dat die ander zo snel mogelijk staat. En niet dat ze, oh, het is helemaal niet erg, je hoeft geen medelijden te hebben. Je moet kijken wat er nodig is en of je iets kan doen. That's it. Hij mag 5 minuten jammeren en daarna shut the fuck up, iedereen wordt ziek. Denk je dat je speciaal bent of is dit? Zo gaat hij er zelf niet mee. Nee, maar het is maar een voorbeeld ook voor de anderen. En het komt op internet en dan krijg ik tenminste weer een paar. Zeg maar, de mensen die in je omgeving reageren op een bepaalde manier. En dat je dat zeg maar soms ook als stukjes kan zien van jezelf. Ja, dat kun je doen. Maar je kunt het ook niet doen natuurlijk. En het gewoon daar laten. Dus ook daarvoor weer onderscheidingsvermogen. Als ik me heel erg druk ga maken over wat iemand doet of vindt, dan zijn er 2 opties. Hij is gewoon heel vervelend bezig. Of er zit hier iets niet lekker. En ik kan dat vrij goed voelen. Nou, we kunnen leren dat te onderscheiden. Maar om alles wat iedereen nou doet bij mij op te gaan tellen of als een aspect van mij te zien, dat slaat voor mij erg door. Dat is het gevaar van allerlei van dat soort dingen. Als ze overdreven worden, dan wordt het een beetje ziekelijk gebeuren. En dan leidt het er heel vaak toe dat ik dan ook niks meer mag zeggen tegen een ander, want ja, dat is mijn eigen ding. Dus dan moet ik me maar laten mishandelen of whatever, want ja, dat is mijn ding. Of als anderen elkaar mishandelen, moet ik me daar maar niet mee bemoeien, want dat is mijn eigen innerlijke oorlog. Ik heb toch de neiging om te zeggen, doe eens neer of neem mij. Als je zo'n vent, zo'n klein gietje lastig valt of whatever, of omgekeerd. Piekeren en denken, maar ik kan er nog steeds niet echt goed naar kijken. Dan ga ik vanuit het piekeren naar het piekeren kijken. En dan kom ik in zo'n visuele cirkel terecht. Die is zo hardnekkig. Die blijft continu eigenlijk, of op de achtergrond of ergens, blijft die aanwezig. Ik kan er nog niet in, zeg maar als het ware. Ah, het is niet zo ingewikkeld.
Je kunt gewoon opschrijven waar het werkelijk over gaat. Dan hoef je er niet zo lang over na te denken of gewoon een goed boek lezen. Wat interessanter is dan het gepieker. En daar hoef je niet eens heel kritisch boek te nemen of te kiezen. Want het is meestal echt super saai, toch? Ja, dat bedoel ik. Dus pak gewoon een boek. Lees een goed boek. Ja, het is wel vaak als er iets gebeurt in de omgeving, dan ben ik er ook uit. Ja, natuurlijk. Dus het voor een deel heeft het met een soort... het is bijna net zoiets als tinnitus. Een beetje een soort geluid produceren wat er eigenlijk niet is of wat verdwenen is. En dan gaan die hersens het maar maken. Nou, er is niks aan de hand en dan gaan we maar een beetje lopen recyclen zo. Misschien omdat die geest zich verveelt. Maar zal het vervelend zijn of iets niet willen voelen? Meestal iets niet willen voelen, maar nogmaals, je kunt ook gewoon een goed boek lezen. Dat is ook leuk, dan leer je nog wat. Ik bedoel te zeggen, maak je er niet zo druk over. We nemen het veel te serieus. En wat ik dus soms deed, want malen had ik vroeger ook last van, was gewoon dus een notitieblokje van oké, zeg maar, waar is er allemaal aan de hand dan? Nou, echt na 3-4 regels, weet je wel. En dat ging niet. Of soms was er iets waar ik echt aan moest denken, maar ik niet door. Oh ja. Was het genoteerd en dan had de geest zoiets van oké, nou weet ik zeker dat het gebeuren gaat, kan ik ontspannen. Ja, dat doe ik wel vaak, hoe soms is het niet in de hoop dat het overgaat, maar dan ben ik eigenlijk meer tijd kwijt dan. Dat bedoel ik. Als ik eigenlijk gelijk. Juist. En dus kan een beetje pittige passage lezen, laten we zeggen Nietzsche. Dan moet je hier aandacht bij hebben om zo'n aforisme te kunnen volgen. En er staat nogal veel in, dan heeft die geest echt iets te doen, zeg maar. En dan zijn de van hoe zal ik morgen, weet ik veel, is vrij snel uit beeld. Anderen beweren, psychologen dan, sommigen, dat piekeren heel goed is. Las ik ergens. Ja, ik heb het verder niet gelezen, want ik vind het zo oninteressant. Ik denk, nou, piek is heel goed. Nou, mooi, weten we het ook weer. Jammer, heb ik niet. Dus misschien ga ik een cursus doen binnenkort. Piekeren en me zorgen maken. Dat, ja, ja, natuurlijk. Het gebeurt automatisch. Het heeft een heel klein beetje altijd met controle te maken en dus met onveiligheid. Want iemand die zich totaal op zijn gemak voelt, die piekert niet. Die denkt van morgen moet ik mijn baas gaan vertellen dat het een eikel is. En dat hij me of opslag geeft of dat ik anders weg ben. Nou, that's it. Dan zien we hoe dat gaat. Is het een beeld hebben hoe iets eruit moet zien? Ja, dat bedoel ik. Controle. Ja, en dus dat is een heel mooie manier om ons in de nesten te werken. We fantaseren een onhaalbaar ideaal en dan falen we. Ik heb dat nooit. Ik zou dus ook kunnen denken van oké, er is een drie luik en dan ga ik me allemaal voorstellen hoe dat dan is. En misschien informeren wie er zijn en dingen noteren vast, de verstandige dingen die ik dan kan gaan zeggen. Zodat het een goede opname wordt en we moeten toch minstens wel 3 wakker worden. Dat kan ik allemaal doen, als ik me in problemen wil brengen. Maar dat heb ik niet. Ik denk gewoon om 5:45 van, oh fuck, ik moet boeken inpakken gisteravond. En ik zal eens naar Arnhem rijden. Moet je niet wat eten, hè? Dat is nou te laat. Oh ja. Nou, dan ga ik ervan uit natuurlijk dat dit alles briljant is voorbereid. Nou, dat blijkt dus een puinhoop te zijn van je welste. Maar ja, hij doet het ook pas 8 jaar, dus daar kun je iemand niet kwalijk nemen. En dan zit ik daar naar te kijken een beetje zo. Ja, dat is toch ook leuk. Ja, maar
Ja. Maar wat je dus kunt zien is dat het niet helpt. Dus het is een van die levensstrategieën die het probleem niet oplossen. Sterker nog, die het gewoon aan de gang houden. Dus stop gewoon met je dingen voor te stellen. Je weet niet hoe dingen gaan. Je weet misschien wat je wil gaan doen of moet gaan doen morgen. En dan ga je zien wat er van komt. Dat is toch veel interessanter. Ik merk het wel als ik daar ben. Ja, dat heb ik ook. Ik heb vannacht ook 3 uur geslapen, hoor. Want die hond die kwam de hele tijd. Ja, wat kan ik er aan doen? Kwaad worden op die hond, die kan er ook niks aan doen. Of op jullie. Weet je wel? Het is oké. Maakt niks uit. En het laat de hele tijd zien dat wat we ons ook voorstellen, hoe we dingen ook indenken, you're not in control. Als dat doordringt, dan houdt iedere vorm van op dat vlak voelen van onveiligheid of het zus of zo willen hebben, houdt gewoon op. En dan heb je gewoon zijn plus hoe het gaat. Basically, je wint of verliest er nooit bij. Het kan een leuke satsang zijn of het kan een vervelende zijn. Mensen kunnen het naar hun zin hebben en gelijk zich inschrijven voor een volgende keer of allemaal wegblijven. Het is niet aan mij. Dus ik weet hoe onmachtig ik ben en daarin ligt mijn macht. Zo zou ik het kunnen zeggen. Plus ik heb heel erg het gevoel als organisme dat ik dingen krijg. Niet dat ik er recht op heb of ze verdien of whatever. Dat komt naar me toe. En hoeveel of van wat of van welke smaak, I don't know. Ik weet wel waar mijn voorkeuren liggen, maar die sturen het universum niet. Ja, dat is voor mij ook wel voor rust dat ik nu steeds meer kan voelen. Ik heb nergens recht op. Yes. Van gisteren met frustratie, yes. Boosheid. Natuurlijk. Er is heel veel om dankbaar voor te zijn wat kan plaatsvinden en wat te ervaren is. Er is heel veel verwondering mogelijk, maar geen rechten. Ik geloof er niet in, ik hou er niet van. Ik heb daar ook recht op. Ja, tuurlijk. Dat hoort er ook bij als we 8 zijn of 10. Mooi. Jullie hebben geen recht op meer, ik ga naar huis. Thanks.